Een hele goede middag, kijkers. Welkom bij de eerste video van de serie van City Skylines. Hier zijn we op de map. We gaan de stad bouwen Vermont. We gaan er proberen de allermooiste stad van te maken. En de allergrootste samen met jullie. Nou is Vermont een standaard naam uit het spel City Skyline. En weet je een leukere naam? Laat het even weten. Misschien dat we die dan gaan gebruiken in de toekomst. We gaan beginnen met het bouwen van sommige wegen, want dat raadt het spel aan. Dat is in principe ook de enige optie die we kunnen gebruiken op dit moment. Nu gaan we beginnen om de snelwegen hier aan elkaar te koppelen. Vervolgens gaan we hier langs de waterkant de huizen bouwen. En uiteindelijk is de bedoeling dat dit gedeelte industrie gaat worden, want deze kleur geeft ook aan dat we hier goede landbouwindustrie kunnen gaan maken. Nou, laten we starten. We gaan naar het kopje wegen. We gaan eventjes kijken welke we kunnen gebruiken. Op dit moment hebben we eigenlijk maar één optie. Dat is deze kleine weg. Dus daar gaan we mee starten. Dit is de snelweg. Dit is buiten onze kader. De auto's komen langs deze kant binnen. En langs die kant moeten ze weer verplicht de stad verlaten. Deze gaan we eerst koppelen. Zodat ze in ieder geval beide kanten op kunnen. Dan gaan we de weg even doortrekken. Rechtdoor. Het mooiste is natuurlijk in een hoek van 90 graden. Maar we trekken hem gewoon rechtdoor. Op deze manier. Dan gaan we alvast deze kant een weg trekken naar rechts. Waar we industrie kunnen beginnen. En vanaf deze kant richting de kust. Dan gaan we starten. Want zoals we hieronder kunnen zien. Hij vraagt als eerste naar gebouwen. Huizen om te bouwen. Dus dat gaan we mee starten. Door een weggetje zo te maken. Deze kant uit. En dan gaan we hem weer terug verminderen. We proberen zoals je het kunt zien het niet te laten overlappen. Dus niet te ver deze kant op, maar de volledige vakken te gaan gebruiken. En deze om gewoon mooi door te trekken. En hier weer te laten aansluiten. En dan gaan we tussendoor weer wegen bouwen. Laten we trouwens eens kijken. We gaan verder met deze zandwegen, want die zijn natuurlijk een stuk goedkoper. Waardoor het met het beginnen van het spel een stuk makkelijker is. Nou hebben we hier de blokken gebouwd waarin we huizen gaan bouwen. Deze gaan we ook aanhouden om in de toekomst door te gaan trekken deze kant op en verder uit te breiden naar deze kant. Laten we hier bij de industrie alvast hetzelfde doen. Even iets inzoomen. Inzoomen kun je doen door met de muis te scrollen. Het is één blokje ertussen, dat willen we niet. Deze willen we. Zo. En ook hier gaan we weer de wegen koppelen. Zo, nou zijn de eerste velden gemaakt. Zoals jullie kunnen zien gaat best hard met het geld. We zullen hier alvast de zoning inzetten. Zodat ze hier kunnen gaan beginnen met de huizen te bouwen. Als we het zo meteen van de pauze afhalen. Dan gaan we kijken. We hebben natuurlijk elektriciteit nodig. We kunnen met een core power plant gaan beginnen. Die heeft wel een mooie power output van 40 megawatt. Maar is vrij prijzig. Dus laten we daarom beginnen met de windturbine. Die maakt wel wat meer geluid. Zoals je kunt zien. Noise population 75 of 50. Dus die willen we niet te dicht bij de huizen hebben. Maar we willen hem wel mooie megawatts laten opleveren. Dus als we hier kijken. Hij heeft een power output van 0 tot 8 megawatt. En dan zoals jullie kunnen zien zouden we hem hier plaatsen. Dan heeft hij maar een power output van 4 megawatt. Maar als we hem hier plaatsen, in het donkere gedeelte,
dan zien jullie dat die 8 megawatt oplevert. En als we hem hier plaatsen, dicht bij de industrie ook 8 megawatt. Dus laten we er hier eentje plaatsen van 8 megawatt. Dat is lekker dicht bij de industrie. De bewoners hebben dan geen last van het geluid. Dan gaan we eventjes kijken bij het water. Met water hebben we eigenlijk niet veel opties. Je kunt een waterpumping station wegzetten die een mooie opbrengst heeft. Of een hele kleine watertower met maar een kleine opbrengst van het aantal kubus per week. Deze is wel iets gehoordiger. Nou, trouwens, het zijn hetzelfde. Dus laten we dan toch maar voor deze gaan, een pumping station. Dan kunnen jullie zien, de pijltjes geven aan dat de stroming van het water van hier naar boven deze kant uit gaat, naar beneden toe. En zo weer weg gaat. Want we hebben natuurlijk de pomp om het water op te zuigen. En de waterdrain waar het vuile water mee terug wordt gepompt in de rivier. Dus als we deze hier zouden plaatsen en de vuile hier, dan raken alle mensen besmet vanwege het drinkwater. Dus laten we deze hier plaatsen en deze op dit moment hier, zodat we weinig waterleidingen nodig hebben, maar ze wel kunnen koppelen. En waar we dan voor kiezen is om de waterleiding gewoon zo onder de weg door te laten lopen. Zo in één keer deze kant uit. Dan gaan we hier een vierkantje maken en dan zijn op dit moment de belangrijkste stukken verbonden met elkaar. Nu moeten we alleen voor stroom kijken, want zoals jullie zien, als we hier beginnen met fabrieken bouwen, krijgt dit gedeelte vanzelf stroom. Laten we het hier onderlangs laten lopen in één keer naar deze centrale. Dan willen we van deze centrale hier naar de huizen en van deze uit terug daar naartoe. Voor nu laten we het eventjes zo. Want als het goed is, als hier huizen bouwen, gaan deze automatisch gekoppeld worden. Waardoor de stroomcirculatie vanzelf doorgaat naar de pumping stations. Dus nu hebben we eigenlijk de basis gedaan om het spel te kunnen laten starten. Voordat we gaan starten, gaan we alvast wat extra wegen aanleggen. Zodat we hier in de toekomst niet mee zitten. Zoals jullie kunnen zien, de cirkel geeft aan welk bereik hij heeft. Dus dan moeten we mooi om dit punt pakken en dan kunnen we hem in één rechte lijn doortrekken hier naar de weg. Dan laten we deze doorlopen. En deze ook hier naartoe. Die ook. Dan trekken we nog één keer iets verder door. En dan laten we hem hier weer in een rechte lijn doorlopen. Dan trekken we deze ook rechtdoor. En wat gaat dan onze planning zijn voor de toekomst? Dit blok wordt voor de helft huizen en voor de andere helft commercieel. Dus winkels, supermarkten en dat soort gebouwen. En aan deze zijde ook. Deze weg gaat straks upgegraded worden naar een hoofdweg. En dit worden dan kleinere wegen. Waardoor het hoofdverkeer hier langs moet. En dit kunnen we dan zo mooi deze kant uit door gaan trekken. En hiernaast kunnen we dan weer verder gaan met huizen. Voor nu is dit even voldoende. We gaan dan wel hier vast ook nog een stukje doortrekken. En dat is eentje te kort. Nog eentje verder. Deze dan denk ik. Ja. Deze ook alvast. Dat we in ieder geval klaar zijn voor de toekomst. Zodat er in ieder geval uitbreidingen kunnen gaan plaatsvinden. Controleren nog eventjes de water. Die kunnen we het beste gelijk doortrekken en mooi laten aansluiten. Bij deze hetzelfde. Zo, nou klopt alles. Overal water. Nu kunnen we gaan beginnen met het spel. Dus laten we hem van pauze afhalen en op play klikken. Laten we hem gelijk versnellen. En dan zien jullie hier heel mooi de eerste huizen worden gebouwd. Dan gaan we hier, als je op de stroom klikt, kun je zien dat deze net niet gekoppeld is. Dus dan gaan we toch doortrekken omdat we stroom willen hebben. En dan zullen we hier hetzelfde doen, die kant uit.
dat we in ieder geval stroom hebben. En dan wachten we gewoon met dit te laten koppelen en hier uit te bouwen met huizen, totdat we al verder in het spel zijn. Nu zijn de eerste huizen aan het bouwen. Je ziet hier nog steeds een medium demand voor de huizen. Dus we gaan gelijk deze vlakken ook invullen. En deze. Dan gaat de industrie omhoog en de commerciële zone. Laten we eerst de industrie wegzetten. Dan beginnen we helemaal hiermee, zodat dit gelijk gekoppeld is. Deze twee vakken en die twee. We laten hem eventjes doorspelen. Nou, dan de commerciële zone kunnen we gelijk dit stuk verpakken. Dan hebben we gelijk de helft van deze kant al die we willen gebruiken. En dan doen we voor de zekerheid deze ook nog eventjes, waardoor dus de stroom ook zeker deze kant uit gaat. Laten we het heel eventjes doorgaan. Je ziet hier mooi de eerste auto's komen. Wat een drukte gelijk. Laat ze maar lekker naar binnen komen. Lekker die huizen gaan bewonen. Waardoor wij lekker kunnen gaan groeien. Zoals jullie zien, we verliezen geld. We hopen dat dit zo omgedraaid is. De eerste mensen zijn inderdaad aan het komen. En groeit mooi gestaag door. Even naar de stroom kijken. Nou, alles is mooi verbonden. Dus daar hebben we voorlopig geen omkijken naar. Wel zien jullie dat we eigenlijk al bijna aan de max zitten wat de windturbine aan kan. Dus laten we er gelijk niet één, maar twee plaatsen. Zodat we hier eventjes geen omkijken naar hebben. Dan loopt alles mooi door. En dan gaan we wachten totdat er iets op medium demand gaat komen. En dan gaan we uitbreiden. Zoals jullie zien verdienen we nu al mooi geld. Dat laten we voorlopig zo. Hopelijk kunnen we deze mooi uit gaan breiden naar, wat zullen we zeggen, ons doel. 100.000 inwoners. Dat is wel ons doel. Dan gaan we hier eventjes iets laten zien. Als je hier linksonder klikt, heb je een mapje areas. Op dit moment is dit gebied van ons. En als we onze doelstelling gaan halen, wat je hier bij het slotje ziet. Dan komen, als we hier naar verder gaan, dan komen er nieuwe blokken vrij. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld dit stukje bijkopen of dit stukje. En dan kunnen we langzaam gaan uitbreiden. Dus zoals jullie zien, als je Little Hamlet wil halen, moeten we naar 440 personen. Dat gaan we waarschijnlijk zo meteen halen. Dan krijgen we dus hier mooie extra aanvulling erbij voor de mensen. Waardoor het steeds meer aantrekkelijker gaat worden om hier in de stad te gaan wonen. We hebben hier alleen een foutje gemaakt, zien jullie, want de bedoeling was om hier ook commerciële zone te maken. Dus voor nu laten we dat eventjes zo. In de toekomst kunnen we dat aanpassen dat dit van dit vlak de helft, net als hier, commerciële zone wordt. Even kijken, we hebben het eerste mijlpunt gehaald. Met een population van 450 personen. Nu kunnen we tax gaan vragen. Dus belasting. Kunnen leningen aangaan. Leningen willen we eigenlijk niet gebruiken. Of in ieder geval zo lang mogelijk uitstellen. Is dat haalbaar? We gaan het zien. We kunnen hier de vuilnismannen komen, laten komen om het vuilnis van de mensen op te halen. De ziekenhuizen en onderwijs. Dus laten we daar eens naar gaan kijken wat we kunnen gaan bouwen. Nou, op zich is alles nog steeds minimum demand, maar op zich, een vuilstort is op dit moment wel belangrijk. Die gaan we lekker ver van de stad bouwen. Want ja, we willen natuurlijk de vervuiling niet naar deze kant krijgen. Dus laten we die, hier valt de stroom weg. Dat willen we eigenlijk nog niet in het begin, dus laten we hem aan deze kant bouwen. Mooi hier tussen. Kunnen we de straat altijd nog doortrekken. Dus die gaan rijden, zoals jullie zien hier, rijdt de eerste. Ik dacht dat het een vuilniswagen was, maar het is een oortruc, dus geen vuilniswagen. Hier, kijk, hier gaat eerst de vuilniswagen, zit voor 26% vol. Gaat nu naar de bewoonde wereld, vanaf het industrieterrein. Hier rijden de volgende, dus dat gaat helemaal goed komen. Waardoor iedereen weer lekker kan buiten zetten het vuilnis. Dan hebben we hier, we kunnen kiezen tussen de medical kliniek
zijn twee dezelfde. Deze is ouder, we gaan voor de nieuwe. Die komen uit een mod die we gedownload hebben. Hier het groene kun je een beetje zien het gebied wat hij pakt. Laten we hem hier plaatsen. Dan pakt hij eigenlijk alles. Iedereen weer blij omdat dit in de buurt is. En laten we ook gelijk een school bouwen. Die bouwen we gewoon het vakje ernaast aan deze. Nee, want hier willen we commercieel zon. Dus die gaan we hier wegzetten. Waardoor we dus de eerste punten ook weer gehaald hebben. Dan zie je gelijk de aanvraag stijgen naar woningen. Laten we die ook gelijk erin tekenen. Met de linkse met veel kun je gelijk een hele ruimte vullen. Met deze kunnen we gaan markeren wat we willen. Dus we pakken vier vakjes. Zo, en dan die twee erbij. En die ene. Deze is iets makkelijker, want we kunnen zeggen vier vakken trekken we helemaal door tot aan de weg. Hup, gelijk ingevuld. Laten we dan deze pakken. Gelijk van andere vakken, zodat we diegene wat we net misgedaan hebben, niet meer kan gebeuren. Zo. En dan deze vakken. Zo, dan kunnen ze weer verder. Er is op dit moment nog steeds aanvraag naar woningen. We gaan eerst eventjes op pauze zetten. Wat jullie zien is, zodra je een mijlpunt bereikt hebt, gaat hij terug naar normale tijdframe. Dus eigenlijk om te zorgen dat je even op het gemak kunt kijken, want je krijgt er natuurlijk geld bij om je stad te upgraden. En even kijken, elektriciteit hebben we nog voldoende, water ook. Alles is op dit moment goed. En dan gaan we verder met de uitbreiding. Laten we ervoor kiezen om hier op aansluit en in een hoek van 90 graden deze weg verder te trekken. Wel in ons achterhoofd houden de kosten die we hebben. En hem gelijk door te trekken naar deze. Deze ook in mooi 90 graden. En dan kunnen ze waarschijnlijk zo mooi aangekoppeld worden. Dan gaan we ook weer verder waarschijnlijk deze. Dat is zonde, want ze gaan net niet aan elkaar zitten. En wat we kunnen doen is de ruimte ertussen laten, zodat we iets meer ruimte hebben. Of gaan we toch de kruising kiezen om... Kijk, even springt te veel. Dus laten we hem gewoon zo doortrekken. Dan is het niet anders. Niet heel wat we bedoelen. Hier kunnen we misschien wel kiezen. Nee. Want dan pakt hij, hij gaat altijd terug naar die kruising. Nou, dat is zonde. En laten we dan verkiezen om even te kijken als we hem zo gaan trekken. Hoe dat het uitkomt. Zo, en dan gaan we deze weg. Als je hem weg wilt weghalen of iets anders, kun je hier rechtsonder op het bulldozertje klikken. Gaan we toch ervoor kiezen om deze weg te halen, want dan krijg je het geld ervoor terug. En dan toch vanaf deze te zorgen... Ja, proberen dat hij in ieder geval weer iets netter loopt. Even opletten, want de stroom is niet meer verbonden met elkaar. Zo. Dat is al zonde, dus laten we deze kunnen we weghalen, maar dan krijgen we in ieder geval geen geld voor terug. Dus laten we ervoor kiezen om deze nu zo te gaan trekken. En die daar naartoe, dit stuk weg te halen, waardoor we hier volledig kunnen huis bouwen, waardoor onze stroom altijd gewaarborgd is. Als je op escape terug gaat het weg, zit je weer gewoon terug zoals het was. Ja, dat kunnen we eigenlijk voor nou, alleen nou zijn we één weggetje vergeten. Dat is om deze door te trekken. Dan gaan we ook nog even gaan kijken of het water, omdat we dan in ieder geval nog een stuk door kunnen trekken. Niet genoeg geld. Dat is zonde. Laten we dan eerst beginnen om de huizen hier gewoon volledig te gaan bouwen. Waardoor we hopelijk weer wat geld gaan krijgen. Ja, laten we deze ook gewoon meepakken. Ook nou één fout gemaakt weer. Want we willen hier natuurlijk de commerciële zone houden voor een stuk. Dus dan kunnen we hier iets weghalen. 1, 2, 3, 4. En dan doen we hier gewoon dit weg. Zo.
Dat tekenen we gelijk in met de commerciële zone. En laten we die ook gelijk even doltrek in doen. Dit vak is iets kleiner. En dat is wel zonde, maar laten we er toch voor kiezen. Nee, om deze nog niet in te tekenen. Laat het eventjes zo. We gaan mooi de stad laten ontwikkelen. De extra huizen zijn ze aan het bouwen zoals jullie zien. Dus dat gaat helemaal goed komen. Kunnen we uiteraard ook nog een stukje deze kant op trekken. En zoals jullie zien is het mooi rustig. Nou kunnen we hier ook zoning maken. Dus laten we dat doen. Ik dacht dat we districts al hadden. Maar daar moeten we nog wat meer inwoners voor hebben. Nou, we gaan gelijk kijken voor de water. Want en dat kan wel. Laten we hem eens doortrekken. Naar dit punt. We moeten nog wat geld krijgen om deze af te ronden. Dat is nog best wel iets. Dus laten we hem voorlopig even zo lopen. We kunnen hem later doortrekken hier naartoe. Of misschien hier langs. Waardoor we dit puntje ook net meepakken. Want dat hebben we net gemist. Laten we hem gelijk eventjes wat sneller lopen. En zo kunnen we mooi gestaagd door gaan groeien met een geweldige stad. Zo, we kiezen toch voor om hier naartoe te lopen. Alles weer gekoppeld. We kijken gelijk eventjes naar de stroom. We mogen wel een windturbine extra erbij hebben. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel $6000 hebben. We gaan er gelijk eventjes voor om wat extra huizen erin te plaatsen, waardoor dit allemaal mooi gebouwd gaat worden. Nu zien jullie dat we te weinig stroom hebben. Ik zet hem heel eventjes op pauze. Hier krijgen we alle icoontjes dat er geen stroom is. Dus we kunnen hier rechts onderaan kunnen we naar de economie gaan. En dan kunnen we gewoon eventjes het stroom op 150% zetten, waardoor we waarschijnlijk genoeg hebben. Wat we ook gelijk doen is de belasting naar 12% zetten. Dat is het mooie aantal wat we kunnen. We hebben 12% gewoon netjes. Moeten we zo houden. Waardoor we dus iets meer geld binnenkrijgen. Waardoor deze balans mooi blijft. We zetten weer op afspelen. En dan zullen we zien dat het langzaam wegtrekt. Sommigen blijven wel op power. Dat is misschien toch niet genoeg. Dus dan hoop ik dat we zometeen toch wel die windmolen erbij kunnen zetten. Nog ietsje verder zijn, dan kunnen we erbij zetten. En dan gaan we toch sparen daarna voor die coal power plant. Want zoals jullie zien, die hebben we gewoon echt nodig. Anders gaat de city niet groeien. De power valt weg. En we kunnen hem er gauw bij zetten. Zo. Dan zou alles weer eventjes gelijk moeten trekken. Laten we hopen. Het is wel kantje boord, toch? Laten we ook eens kijken. Misschien hebben we het fout dat we deze ook mee moeten trekken. Als eerste, we gaan niet verder uitbreiden. Ook al is al een vraag zijn. We moeten eerst of naar die 19.000 of nog zo eentje eerst. Waardoor we toch wel wat bij kunnen maken. Op zich gaat het nou heel mooi. Laten we eventjes doorgroeien. Building is leveled up. Laten we kijken. Laten we erop klikken. Ziet er wel mooi uit. Mooie huizen. Mooie wegen. Ja, we zijn goed bezig. En zoals jullie zien, we gaan toch weer een blokje vrijmaken voor huizen. Omdat er zoveel vraag is. We gaan het eventjes zien. We hopen dat we gaan toch een windmolen bijzetten. Want anders redden we het net niet lang genoeg. Laten we die eens hier plaatsen. 8 megawatt. Kijk. En we halen gelijk de volgende. We kunnen nou een nieuw vak bijkopen. Een nieuw land. We kunnen een brandweer ingezet, politie en unieke gebouwen. En dan mooie industriezones. Gespecialiseerd op bosbouw. Gespecialiseerd op landbouw. En we kunnen mensen aanbevelen om minder stroom te gaan gebruiken. Minder water. En hier zien we de gebouw. Dus dat ziet er allemaal geweldig uit. Laat hem heel even op pauze zetten.
We gaan even kijken. We hebben 23.000. Dus laten we even kijken. We kunnen ervoor kiezen voor die coal power plant, maar we kunnen er ook voor kiezen. Ja, die hebben we al weggezet, die school. Voor een politiestation. Dus laten we die in ieder geval plaatsen, want daar zitten de mensen wel op te wachten. Ik denk als we hem hier zetten, dit wordt natuurlijk straks de hoofdweg. Laten we hem hiernaast zetten, zodat ze snel overal zijn. Hetzelfde geldt voor de brandweer. Die plaatsen we gewoon netjes tegenover. En dan zien jullie, we hebben alweer geen geld meer. Jongen, jongen, wat gaat er hard. Zo, we gaan hem van pauze afzetten en weer op volle snelheid. Zoals jullie zien, het gaat lekker. We verdienen geld, er komen steeds meer mensen bij. Maar even naar de stroom kijken. Daar zitten we nog net, maar dan ook net goed mee. Dus voordat we nieuwe huizen weg gaan zetten hier, gaan we toch eerst wachten totdat we weer stroom hebben. Om een, tenminste stroom, genoeg geld om een nieuwe windmolen bij te gaan zetten. We gaan gelijk eventjes kijken. We kunnen nu districts maken. Dus laten we hier het eerste district maken. Zo. Dit is district 1. Dat noemen ze Rosewood Hills. Weten jullie nu een leukere, betere naam? Laat het weten. Want dan gaan wij er zeker voor zorgen dat we die gaan gebruiken. We zetten de power en de water aan. Zo, waardoor ze er iets zuiniger mee omgaan. En hier gaan we ook gelijk een nieuw district maken. Dat komt natuurlijk aan deze kant te liggen. Voorlopig houden we hem eventjes dit aan. En dan gaan we ervoor kiezen om dit een mooi knokken op industriële specialisatie klikken. Dan pakken we hier een tractortje, want dit wordt farming industrie. Waarom gebruiken we dat? In het spel is het minder belastend voor het milieu, minder geluid, zodat de mensen beter kunnen genieten. Laten we dit gelijk een andere naam geven en kiezen voor farming. Het is farming regio. Weten jullie een betere naam? Laat dat ook eventjes weten, gaan we die zeker gebruiken. Hier zetten we ook op het water letten en op de stroom. En zoals jullie kunnen zien, is er toch iets misgegaan. Farming area. Dus zo gaan we het doen. Ik was vergeten op enter te klikken, waardoor die het gaat opslaan. Zoals jullie zien, zijn de bedrijven aan het veranderen. We verliezen daardoor wat geld, maar ja, ze gaan terugkomen, waardoor we weer in de plus gaan eindigen. Laten we gelijk kiezen voor een nieuwe zone met betrekking tot de huizen. En ook commercieel. Laten we dit gewoon volledig commercieel maken. Maar dan moeten we wel opletten dat we natuurlijk gauw een windmolen erbij gaan zetten. Anders gaat het niet goed komen. Laten we die hier plaatsen. Die kunnen we altijd verplaatsen in de toekomst. Zoals jullie zien, als je ze aanklikt, kun je hier voor kiezen voor relocate building. Zitten wel kosten aan verbonden. In dit geval kost dat 1200. Dus we laten hem gewoon lekker staan. Want daar staat op dit moment nog niet in het pad. We kunnen uitbreiden alle kanten uit. We zullen met onze stad moeten uitbreiden. Dan gaan we ervoor kiezen om hem eerst, denk ik, hier nog een stuk blok bij aan te bouwen. We hebben hem heel eventjes op pauze gezet. We gaan er hiervoor kiezen om deze weg door te trekken. En dan gaan we ervoor kiezen om hier naartoe te trekken. Dan gaan we heel even kijken dat we zeker geen blokjes ertussen laten. Laat hem zo lopen. Dan laat hem hier gewoon even stoppen. Want hier in de toekomst gaat druk worden. Met het verkeer. Dus laat hem dan zo meteen hier doortrekken. Gaan we weer heel eventjes doorspoelen. Kunnen we gelijk kijken. Hier loopt de water nog. Dus we kunnen er gelijk voor kiezen om te zeggen. Dat mensen, ik ga hier maar lekker bouwen. En dan zeggen we dat goed. Even gaan we pauze. Want hier natuurlijk willen we geen huis, want hier moet deze industrie komen. Zo, laten we het zo doen. Dan gaat alles weer goed. Als we genoeg geld hebben, trekken we de weg rond en kunnen we weer verder. We
Moeten we ook aan de waterleiding denken natuurlijk. Op dit moment hebben we dus alles wat we nodig hebben. We hebben unieke gebouwen. Zoals jullie kunnen zien. Een hypermarkt, 100.000. Om te betalen, dat is iets te veel. We verliezen geld op dit moment. Dat is niet geheel de bedoeling. Laten we hopen dat we dat kunnen keren door gauw een nieuwe industrie weg te zetten. Waardoor extra inkomsten gaan genereren. Weet je wat, we doen het gelijk gewoon goed. Hè? Bam, bam. En laten we die ook maar gelijk vullen. En gelijk de demand rijzen stijgt. Dus laten we gelijk kijken. We gaan ervoor kiezen om toch... laten we gewoon ervoor kiezen om dit blok gewoon helemaal vol te zetten. Als het goed is, is het water dan nog. Dus dat gaat goed komen. Want we moeten natuurlijk geld gaan verdienen, want het kan niet zo zijn dat we geld verliezen. Dan gaat het niet goed komen in de stad. Dat punt zijn we wel. We zijn iets te hard gegaan met geld uitgeven. We moeten snel gewoon nieuwe mensen bij. Dus laten we dit. Kijken. We hebben nou Tiny Town. Dan kunnen we landscaping, we kunnen parken gaan bouwen, we krijgen unieke buildings, pet band, smoking band, parks. Okay, wat is dit? Eens kijken, wat zegt hij? Oh, dan kiezen de mensen voor om tegelijk te gaan werken in plaats van verder te studeren. Nieuwe wegen, alles, nieuwe parken. Wat ziet er dan weer mooi uit. Maar dat is allemaal voor de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Nieuwe aflevering zal snel volgen, dus blijf ons zeker volgen en alvast bedankt.